We zijn live. Goedenavond iedereen. Welkom. Ja, ze komen bijna. Top. Goedenavond iedereen, welkom. Het is weer met mij vandaag. Voor degenen die me niet kennen, ik ben Bob. En ik wou misschien al even zeggen, terwijl iedereen binnenkomt, wat we vandaag gaan doen. Je kan ook al lezen van boven. Dus vandaag is het skincare advies wat ik ga geven. Nu, ik ga zelf ook mijn skincare doen. Ik vind het altijd wel tof om dat samen te doen. Ik hoor mijn stem is vandaag een beetje wankel. Ik ben een beetje ziek aan het worden. Dus als je me niet verstaat, zeg het mij. Dan moet ik gewoon wat luider praten en wat meer mijn best doen. Zal ik even wachten tot die er wat binnen zijn gekomen. Oh, ik heb al gevolgd. Niet meer gevolgd. Oei, oei. Hallo iedereen, welkom. Dag Patricia. Dag Lore. Dag Ellen. Dag Shana. Dag Doezel. Oei, ik heb al heel veel. Gefeliciteerd met je huwelijk. Dankjewel, Patricia. Amai. Een kikker in de keel. Oké, dus wat ik al zei, vandaag is het een beetje skincare advies. Ik ga mijn skincare avondroutine doen. Mijn wekelijks ook weer. Die kennen jullie ondertussen misschien al wel. Maar ik ga ook veel voorkomende vragen, heel voorkomende foutjes proberen uit te leggen waarom dat die fout zijn enzovoort. Hebben jullie vragen? Stel ze gerust. Vandaag is het advies, dus heb je zelf problemen met een bepaald skincare product? Heb je problemen met je eigen huid? Je weet niet goed wat je moet gebruiken? Daarvoor zit ik ook hier vandaag, dus ik ga jullie ook allemaal helpen met de brandende vragen. Maar het is 8:30, dat is duidelijk. De hele dag gewerkt. Dag Filine, dankjewel. Mijn ring? Ah ja, voilà, ik zal hem je laten zien. Dus, wacht, ik zal hem even uit doen. Het is zo'n wit-gouden ring en daar zit zo'n matte textuur op. Nu, je ziet hem, ik ben niet heel voorzichtig met mijn ring. Er zitten al zo wat krasjes op. Ik durf hem eigenlijk niet te laten zien. Maar ja, ik heb dus een ring aan vanaf nu. Goed, we gaan beginnen. Ik ga beginnen met mijn reiniging. En dat is eigenlijk ook al mijn eerste uitleg wat ik ga doen. Ik doe altijd een dubbele reiniging in de avond, dus ik start met mijn Envie d'huile. Dus mijn oliereiniging, omdat ik heb een iets meer combinatiehuid, dus ik ga eerst alle oliën, ook alle make-up resten die dat je eventueel zou op hebben, kun je met die afhalen. Ik ga al mijn olie eraf halen, dat ik niet meer zo'n vetter huidje heb. En dan ga ik met de mousse-reiniging mijn reiniging doen. Nu, ik heb vandaag honddol gezocht naar mijn Envie de mousse. Blijkbaar is het op. Ik had 3 potjes, zijn alle 3 op. En ik denk dat mijn vriend ook heel stiekem fan is, want zo snel dat die erdoor zijn gegaan, dat zal niet alleen van mij zijn. Maar ik heb nog een sample versie gevonden, dus ik ga voor mij vandaag even de sample gebruiken. Maar weet dat het Envie de mousse wel is aan. Ah, super. Dank u wel met al de felicitaties. Wanneer komen er eens etnische huiden aan bod om hen eens te make-uppen? Als je modellen kent die graag eens een keer willen gaan zitten voor ons, mag je dat altijd voorstellen. Etnische huiden is een heel andere manier van make-uppen, ook wel heel tof. Die zien we inderdaad niet op de live. We zijn ook bezig met, mag ik dat misschien nog niet zeggen, maar het is misschien wel leuk om te weten. We zijn ook bezig met, oh ja, met een vriend, met een man nu, oh sorry. Nog moeilijk om te denken. Dus we zijn bezig met poeders, eventueel ook al donkere tinten uit te gaan brengen. Dus daar zijn we ook volop mee aan het kijken. Ik zie hier al een eerste vraag van Annemie. Als ik mijn masker naar de peeling gebruik, krijgt mijn neus een blauwe schijn. Ik heb al rosacea opzet. Ik denk dat dat de aders zijn die dat gaan uitkomen, dat die blauwe schijn is, omdat een peeling gaat je huid een beetje strippen. Dus al die dode huidcellen die je huid ook gaan beschermen, maar die kunnen te veel op je huid liggen. Door de peeling gaat dat eraf gaan. En het kan zijn dat je dan eigenlijk iets meer, of ja, een iets dunnere huid hebt, waardoor die blauwe schijn veel feller gaat uitkomen.
Nu, met een masker ga je wel terug wat bescherming doen en je dagcrème zeker op gaan gebruiken. Als je, omdat je rosacea hebt, zie ik, als je rosacea hebt, moet je wel een keer kijken dat, dat het niet erger wordt met een peeling. Anders zou ik het op de plekken doen dat je geen rosacea hebt. Ja, inderdaad, met een man, sorry voor de verwarring. Peeling prikt niet bij mij? Nee, dat is zeker normaal, Sophie. Een peeling is eigenlijk, dat prikt bij de gevoelige huidjes en bij de donkere huiden. De droge huiden. Nu ben ik met Feline helemaal aan donkere huiden aan het denken. Dus bij de gevoelige en de drogere huiden, omdat die een iets dunnere huidlaag hebben, heb je een iets dikkere huidlaag, ga je dat niet zo fel voelen. Ik voel dat persoonlijk ook niet, omdat ik een iets meer combinatiehuid heb. Dus bij mij gaat dat minder snel prikken. Wat ik wel voel is mijn masker, als ik eerst mijn peeling doe en dan mijn masker er meteen op, zeker het masker Radiant, gaat wel gevoelig zijn dan. Maar dat is eigenlijk compleet normaal, omdat je eerst je huid stript en dan ga je de voeding toevoegen. En die voeding, zeker omdat er iets kalmerend in zit, ga je dat even voelen prikken. In november komt er iets nieuws uit om te reinigen in plaats van de foam, zeker. Ja, inderdaad, er komt iets nieuws. Ook iets goed voor de drogere huidjes. Omdat de mousse gaat nu iets meer naar de normale huid toe gaan. Zelfs al naar de vette huid. Maar het is compleet goed ook voor de droge huid. Maar denk je, ik heb toch iets meer hydratatie nodig. Stay tuned, want er komt nog iets leuks uit. Reinigingsmelk? Het is geen reinigingsmelk, het is iets anders. Ik vraag het graag nog eens, maar kan ik de olie die je net toonde gebruiken? Ja, dus de olie, daar heeft een foutje op gestaan op de verpakking dat er avocadoolie in steekt. Dat zit hier niet in. Dus er zit geen avocadoolie in, dat was een fout op de verpakking. Dus als je allergisch bent aan avocadoolie, kun je die perfect gebruiken, want het zit er niet in. Ja, Charlotte, je hebt een droge huid, dat is waar. Wel, dan zou dat een hele goede zijn voor jou. Ja. En voor jou is dat wel. Oké, ik ga rap beginnen met mijn reiniging. Ondertussen ga ik de meest voorkomende problemen. Ja, ik heb ook een nieuwe van deze gepakt, want die was ook al op. Nu, wat doen mensen soms of vaak fout met reiniging, waardoor dat eigenlijk de reiniging niet te goed werkt of verkeerd werkt, dus dat je eigenlijk acne of ontstekingen gaat krijgen in de huid? Als eerste is het de temperatuur van het water. Heel belangrijk dat je niet te warm en niet te koud gaat. Waarom niet? Te warm ga je eigenlijk vooral de huid gaat uitdrogen. Ik ga een beetje water bijpakken bij mijn olie. En als je de huid te warm reinigt, dan gaan eigenlijk je cellen heel snel uitdrogen. Gaat het water daaruit worden getrokken. Waardoor je ook veel sneller rimpeltjes gaat maken. Dus heel belangrijk, als je je huid reinigt en je haalt het af met water, niet te warm. Niet te koud ook niet, want als je te koud gaat doen, dan gaat eigenlijk je huid niet zo goed gereinigd zijn. Dus het beste is water op iets warmer als kamertemperatuur, zo meer naar het lauwwater toe. Dat is eigenlijk het beste voor je huid te reinigen. Gaat de foam eruit? Nee, de foam gaat er niet uit, die blijft. Al onze skincare producten zijn blijvend, dus die gaan blijven. En we gaan nu gewoon toevoegingen doen op bepaalde huidtypes. Ja, de roze olie is een hele goede olie voor droge huidtypes. Ik ben er zelf ook fan van. Zeker in de winter. In de winter ben ik heel droog, in de zomer ben ik iets vetter van huid. Dus in de winter durf ik ook wel eens een huidolie te gaan gebruiken. Oké, tweede stap met een mousse. Dit is niet de verpakking, dit is een sample, maar jullie weten allemaal wel hoe dat hem eruit ziet. Dus ik doe meestal met een mousse samen met, moet ik eens even kijken of ik het heb, ja, een scrub pad. Dus dat scrub padje, daar gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk al een klein beetje een scrub van je huid gaat doen. Ik doe dat nu dagelijks, omdat ik zeker in de winter wel vooral in de zomer een vettere huid heb. En die scrub helpt mij om telkens zo mijn extra dode huidcellen al af te nemen. En dan doe ik ene keer, of twee keer zelfs in de week, de peeling om dan nog zo wat extra te stimuleren. Ja, dus ik maak mijn huid nat met de mousse. Of ja, ik bedek hem helemaal. En dan pak ik mijn patchje. En dan ga ik dat zo'n beetje erover wrijven.
Nu, misschien al een tweede fout dat sommigen doen met een reiniging, waardoor dat de reiniging niet goed gaat uitkomen, is geen proper doekje gebruiken. Heel belangrijk dat het doekje of de handdoek of het washandje wat je gebruikt om je reiniging mee af te halen, dat die proper is. Waarom? Als je vuildoekje gaat gebruiken, gaat eigenlijk je effect van de reiniging weg, omdat je dan, de dag ervoor doet je reiniging, je laat het opdrogen, al die bacteriën zitten daarin. Als je dan terug over je huid gaat aan, je doekje gaat aanbrengen, dan gaat eigenlijk die bacterie terug in je huid gaan kruipen. En dat is niet wat we willen. Oké, ik ben weer wat achter het lopen. Last gehad van acne. De dagcreme is te rijk of niet voor een vettere huid. Bang om anders terug pusjes te krijgen. Je hebt last gehad van de dagcreme die dat... van de bonheur du jour bedoel je dan, Sophie? Nu, dat is... Een dagcreme voor een normaal huidtype, dus op zich zou het met een vetter huidtype ook wel moeten werken. Ik weet niet of je daar zelf nog iets bij gebruikte of dat je goed reinigde, want heel vaak is het ook als je niet goed reinigt en je doet dan meteen een dagcreme, enkel een dagcreme, dan ga je olielaagje, dus wat je huid aanmaakt, en daarop een dagcreme, dan gaat dat in de poriën komen en krijg je ook weer acne. Dus eigenlijk is het belangrijkste om te reinigen en dan pas zou ik je dagcreme doen. En ook in een dubbele reiniging heel belangrijk. De face oil best naar de nachtcreme, inderdaad. Nu, ik kan hem ook apart gebruiken. Afspoelen met water is ook oké. Ja, tuurlijk. Maar lauw water wel, hè. Dus niet nat water. Ik doe het ook heel vaak in de douche. En dan moet je ook zorgen, dat is ook weer een vaak veel voorkomende fout, dat je te warm doucht. Je moet zorgen dat als je je gezicht wilt wassen, dat je douche lauw temperatuur heeft. Dat het ook weer niet te warm is. In de zomer vind ik de dagcreme prima, maar in de winter lijkt hij voor mijn huid wat te weinig vocht inbrengend en voedend. Ja, dat is omdat je huid verandert van seizoen tot seizoen. Jij gaat hetzelfde probleem hebben als mij. In de zomer gaat een dagcreme voldoende zijn. In de winter gaat je veel meer voeding nodig hebben. En dat kan je dan toevoegen door die serum. Dus je hebt een Lumière du Jour, de dagserum, die je extra kan toevoegen. We hebben een nachtserum die dat ook kan helpen om extra voeding te gaan geven, ofwel de face oil. Moet je kijken waar dat eigenlijk het probleem ligt. Heb je een trekkerige huid als je uit de douche komt, maar overdag valt het mee, dan is de opperhuid vooral droog. En dan ga je vooral baat hebben met de face oil, omdat die vooral op de huid gaat liggen. Voel je dat heel een dag droog aan, dan zou ik naar de serums grijpen. Dus de dagserum is iets minder voedend, gaat snel intrekken, is niet zo rijkelijk. De nachtserum is echt wel een goede boost voor als je echt een heel droge huid hebt. Wat doet de olie juist met de huid? Dus de olie, de face oil, is eigenlijk een roze olie. En roze olie is heel goed voor verschillende problemen. Heel goed voor acnehuidjes. Dus dat gaat heel veel die ontstekingen gaan weghalen in de huid. Gaat heel hydraterend werken, omdat hem echt op de huid gaat liggen. En gaat de opperhuid goed voeden. Dus eigenlijk mensen met een gevoelige huid, vette huid, acnegevoelige huid, droge huid zijn allemaal geholpen met die olie. Dat is wel een topper. Voilà. Goed, als er nog vragen zijn, laat maar komen. Hè. Ik ben bij. Nu, ook misschien een veel voorkomende fout, en wat ik heel soms wel hoor, is... Ik doe eerst mijn reiniging. Ik ga dan naar de tv kijken bijvoorbeeld. En dan s'avonds, net voordat ik ga slapen, doe ik mijn nachtcreme op. Omdat ze de reiniging bijvoorbeeld in de douche doen. En dan tv gaan kijken en dan s'avonds de nachtcreme opsmeren. Nu, dat kan ook zijn dat je dan te droog van huid gaat worden. Omdat de nachtcreme gaat het beste werken. En je serums gaan ook het beste werken als je huid nog een klein beetje vochtig is. Dus als je eerst de reiniging doet... Dan meteen serum of dagcreme, nachtcreme of allebei, een combinatie. Gaat dat veel beter werken, gaat dat veel beter intrekken. En dan gaan de cellen ook niet uitdrogen. Omdat water droogt uit. Hè. Dus dat gaat ook wel de huid uitdrogen. Als je dan niet meteen de voeding erin brengt of een toner doet, dan gaat de huid veel feller uitdrogen. Nee, paarse fles. Oh, wacht Ellen, ik ben uw vraag kwijt. De reinigingsolie. De reinigingsolie is vooral bedoeld voor de make-up af te halen en voor eigenlijk alles wat olie is op de huid, dus het talg wat de huid produceert, om dat ook van de huid af te halen.
Dit is het vuil wat op die huid ligt, gaat met de olie eraf gehaald worden. Het vuil wat in de huid ligt, gaat met de moes eruit gehaald worden. Face oil is hetzelfde als de roze olie, ja, sorry. De olie met de gouden glitter, ja, die is ook zeker goed. Dat is een Huile de Beauté. Dat is ook een hele goede olie. Dat is voor een iets drogere huid bedoeld. Dus de Rose Oil, de Visage en Rose, ik was even de naam kwijt. Dat is echt voor een gevoelige huid, acnehuid, vettere huid. Ben je echt naar een droge huid toe, dan kan je ook heel goed naar die Huile de Beauté gaan. Dat is meer iets voor ook als basis voor een make-up te gebruiken. Dus dat, als je zegt, mijn huid voelt te poederig aan, als ik de Loose Mineral Foundation gebruik, omdat de huid te droog is, kan je die Huile de Beauté daar heel makkelijk onder doen. Dochter is 8 jaar, krijgt af en toe een puistje. Wat kan ik voor haar al gebruiken? Reiniging. Ik zou voor haar de moesreiniging al durven gebruiken. Dat is zeker goed voor zo'n puistjes. Dat gaat echt goed de huid reinigen. Gaat ook niet te hard zijn voor haar. Dus ik zou daar al zeker mee starten. Hi Jasmin. Zalige producten. Top. Oké. Okay, peeling. Dus mijn peeling, dat is mijn favoriet. Ik heb heel lang fysieke peelings gebruikt. Dus echt net die scrubs. En ik merk dat mijn huid, dat ik heel veel roodheden kreeg altijd als ik scrubs gebruikte, zeker hier. Omdat mijn huid daar wel wat gevoeliger is. En ik vind dat dan ook wel tof om naar een peeling zonder korrel te gaan. Dus een zuurtepeeling, omdat dat veel zachter is voor de huid. Nu, soms vind ik een korrel nog wel tof. Als ik zeg, ik heb 2 weken mijn peeling niet gehad, is een korrel ietsje harder. Dus dan gaat mijn huid ook wel meteen terug hersteld zijn. Voilà, de Peau Parfait zit erop. En die laten we 5 minuutjes opzetten. Nu, 3 tot 5 minuten zeg ik meestal, hangt er vanaf hoe gevoelig de huid is. Ah, Sharon, ook net het peelingenmasker gedaan, top. Zalig, hè. Dat is echt mijn nummer 1 tip als mensen zeggen, ik heb een huid en die doet niet wat het moet. Ik gebruik een dagcrème. Reinigen, peelingmasker. Dan gaat je huid van 1 week een immens verschil geven. Eens kijken, ik heb wat dingen opgeschreven. Hè. Misschien nog een leuk weetje, want dat wist ik zelf eigenlijk niet. Ik heb dat pas nog ontdekt. Als je reinigt en je poetst daarna je tanden, is dat eigenlijk niet zo heel goed voor de huid. Waarom niet? Je tanden, tandpasta, die gaat eigenlijk ontstekingen. Daar zit iets agressiever materiaal in, omdat je tanden alleen moeten gepoetst worden. Als je dat na je reiniging doet, dan gaat dat je huid ook beginnen te irriteren. Dus eigenlijk altijd eerst de tanden poetsen en dan pas reinigen. Kleine tip die ik kan meegeven. Goed. Als er vragen zijn, ja, shoot. Ik kan ondertussen mijn peeling al afhalen. Hey Joren. En ook, ah, wel, dat ga ik straks doen. Heerlijk. Ja, dat denk ik. Ik vind het ook top. Nu, misschien ook nog een goede tip van Toekje, want ik zei net, hè, we mogen geen vuildoekje gebruiken. Wat ik soms ook doe, is een iets grotere handdoek pakken. En ik deel die aan 4 kanten op. Dus dat ik één dag ene kant gebruik, de andere dag de andere kant. En dan kan ik eigenlijk met ene handdoek 4 dagen verder. Dat is misschien ook wel een hele goede tip. Oké. Okay. Maskertje. Ik ga misschien vandaag, want ik voel dat mijn ogen heel droog zijn onder mijn ogen. Dus ik ga onze Magic Eye Patchjes een keer opzetten. Sorry, ik had hem andersom. Dus dit zijn onze oogmaskers. Die worden soms vergeten, maar ik vind dat eigenlijk top maskers. Dus dat zijn zo oogpatchjes waar je onder je ogen kunt zetten. Als je zegt van ik voel dat ze wat droger zijn, of ik begin zo wat fijne lijntjes te krijgen, of ze komen vandaag heel veel uit de lijntjes. Ik heb dat vooral als ik zo
niet goed mijn dagcrème heb gesmeerd of mijn oogcrème, dan doe ik mijn oogpatchjes even op om zo een intens hydratatieboost te geven aan die onderogen. En waar plak ik dat? Dus ik ga het even neerleggen. Je begint onder je ogen en eigenlijk is het heel belangrijk dat die tot aan die laagrimpeltjes komen. Want daar gaat het meeste effect hebben. Dus echt zo aan die lachrimpels, omdat dat heel veel beweegt door de dag. Hè? Zeker als je een gelukkig persoon bent en heel veel lacht. Gaat dat constant bewegen. En dan gaat, als je dan een drogere huid hebt, gaat je zo die lachrimpels veel feller zien blijven staan. En dit gaat ervoor zorgen, als je goed gehydrateerd zit daar, dat die niet gaan blijven staan en dat die eigenlijk veel soepeler zijn in die huid. Ik breng de rozenolie vooral aan als extra. Dus als laatste stap, omdat dat een olie is, dat is iets dikker. Qua routine moet je altijd denken, ik werk van dun naar dik. Dus je hebt eerst je reinigingen en je peeling en je masker. Dat hoort daar niet bij. Dat is altijd reiniging, peeling, masker. Zeg je je serums, dagcremes, olies, dan gaat je altijd van dun naar dikke textuur werken. Een serum is echt het dunste, dat gaat ook het diepste gaan intrekken. Dus als je huid dan nog zo'n beetje vochtig is van het water, kan dat je serum ook heel diep gaan intrekken. Gaat dat sneller gaan intrekken. Dan doe je een dagcrème. Dus daarover, dat is nog een iets dunnere textuur dan olie. Die gaat mee met je serum. Die kan dan ook weer iets dieper door je serum intrekken. En dan je olie is eigenlijk echt je laatste stap voor zo de bovenste laag van de huid goed te gaan hydrateren. En eigenlijk hydraterend te houden door een dag of in de avond. Voordat je poeder foundation aanbrengt, voilà, vind ik een goeie. Beste tip van de handdoek, ah, dat is graag gedaan. Eens kijken. Nog een vraagje over, niet over skincare, maar toch een beetje. Ik reinig mijn make-up borstels steeds met een babyzeep. Ja, dat is goed, Caroline. Nu, wat misschien, ik vind het wel interessant om daar eens over te babbelen. Want ik geef die tip ook vaak mee als je zegt, ik wil niet per se een zeep voor echt specifiek borstels. Baby shampoo is zeker goed. Nu was het wel, in die shampoos zitten vaak ook, iets andere middelen dan in een shampoo voor je borstelharen. Omdat, dat is iets agressiever. Dus baby shampoo is nog zachter als gewone shampoo. Dus dat is wel goed dat je baby shampoo gebruikt, maar je borstelhaartjes gaan veel sneller niet, maar die gaan wel wat sneller af gaan beginnen takelen als je een shampoo gebruikt niet voor make-up penselen. Bij make-up penselen zitten daar veel zachtere schuimpjes in dan met een babyzeep, omdat dat voor de huid en eigenlijk je huidolie bedoeld is. Terwijl dat de borstelshampoo echt voor die haren bedoeld. Ja, oogmaskertjes zijn goed daar. Hoeveel keer per week mag je de peeling gebruiken? Ik zou aanraden minstens 1 keer per week zou ik het sowieso doen. Heb je een vettere huid en een onzuivere huid, kan je het echt naar 2 keer gaan doen. Wel altijd zorgen dat je daar iets voedend gaat opzetten, zodat de huid niet te gestript is, maar dat hem echt nog gevoed wordt. We hebben hier ook een volledige versie van, dus voor heel het gelaat, de Mask Magique. Die zijn ook top. Dus als je zegt, ik heb meer hydratatie nodig, ga je echt voor die Mask Magique. Wil je iets meer hydratatie, maar ook wel zuivering. Dus dat de huid echt zo, bijvoorbeeld acnegevoelige huiden en zo, die hebben iets meer zuivering nodig, kan je ook voor het Mask Radiant gaan. Dus die zit ook in zo'n refillable pot. Ja, mijn in is op. Dus dat kan je ook gaan gebruiken. Dat gaat meer het vuil gaan uittrekken, maar dat gaat ook nog wel hydrateren. Proper borstels, inderdaad, ook een hele goede tip voor een goede huid. Ja, Katrien, die oogpatchjes, sheetmaskers, die zijn top, hè. Zoek je echt iets wat dat meteen instant gaat intrekken in je huid, wat gaat verzorgen, wat gaat hydrateren, is dat goed. Want dat ligt eigenlijk op je huid. Dat gaat je huid een beetje warmer maken, waardoor je poriën gaan opengaan en die serums en die vloeistof wat daarin zit, gaat veel dieper de huid in kunnen trekken. Dus zeker voor drogere huidtypes, top, top, top om zo'n cheatmasker af en toe te gaan gebruiken. Hallo, ja, we zijn terug denk ik. Sorry, mijn verbinding viel even weg, dus het was even gepauzeerd. Maar we zijn terug. Oké, ik heb ze afgehaald. Nu, je kan er 2 keer mee doorkomen, dus wat ik soms ook doe, is die terug in het zakje steken.
even in de koelkast leggen en dan de dag erna gewoon nog eens gebruiken. Ik zou ze gewoon niet te lang in de koelkast laten, omdat weer, dan zit je weer met die bacteriën en dan ga je terug je huid vuil maken. Dus je kan ze één keer nog gebruiken, maar ik zou ze wel aanraden om de dag erna dan direct terug te gebruiken. Voilà, die serum wat er nu in zit, of wat nu nog op die huid ligt, die wrijf ik even in mijn ogen. Ja, onder mijn ogen. Ik pak ook altijd mijn oogleden mee, omdat we die vaak vergeten. Maar als we die niet insmeren, en die wel, dan ga je hier zien dat we ouder worden, maar hier niet. Dus het is altijd belangrijk dat we de oogleden ook even mee pakken. Goed. Ah, Rosanna kijkt mee, mijn lieve collega. Oké, dus ik heb mijn masker gedaan, mijn oogmasker dit keer. Wat ik ook nog toffe vind, heb ik nog niet gedaan, omdat ik mijn huid nog geen dagcrème heb getest, is de toner. Toner is iets ook wat heel vaak vergeten wordt. Dat gaat de hardheid van je water en het uitdrogen van je water tegengaan. Dus je hebt net alles afgehaald met water. Dit gaat zorgen dat je huid terug een normale pH-waarde krijgt en dat die niet zo uitgedroogd aanvoelt. Ik ga die even spuiten. Zo instant fris, die ruikt ook super lekker. Ik wrijf hem eigenlijk altijd in, maar je kunt hem ook zo laten opdrogen. Ook een toffe om bij foundation of zo te gebruiken om extra dekking te gaan krijgen. Ik kan hem als fixing spray gebruiken. Werkt iets minder fixerend als de fixing spray zelf. Maar die gaat vooral de poeders en alles wat je op de huid hebt meer gaan insmelten in de huid. Dus dit gaat vooral een finish geven, gaat meer resultaat geven, terwijl de fixing spray gaat hem langer doen ophouden. Ik ben zo gevoelig aan mijn ogen, sneltranen, eczeem. Moet je inderdaad een keer oppassen. Nu, wij werken wel. Onze oogcrème is een hele natuurlijke oogcrème. Ik weet niet of je hem al eens getest hebt, maar zeker doen, want dat is wel een goed voedende. Nu, het is voor een normale huidtype, zoek je echt iets voor drogere huid, omdat je wat last hebt van eczeem. Ik zou hem eens testen, maar ik zou eerst testen voordat je hem koopt. Omdat hem echt niet voor een extreem droge onderogen zijn, het is echt voor een normale huidtype. Maar je kan hem normaal gezien wel zeker gebruiken. Dus, ik doe nu peeling masker en dan ga ik douchen. Doe ik daarna toner en dan nachtserum, nachtcrème. Ja. Dat is eigenlijk een hele goeie. Dus Joke vraagt dat ze eerst peeling en masker doet, dat ze daarna gaat douchen en dan daarna de toner. Top. Je kan eerst douchen, daarna peeling, masker doen en dan sprayen. Maar het fijne is wel dat je het masker op hebt en dan gaat douchen. Lauw water, dus geen warm water op het gezicht, maar lauw water. En dan kan je je masker ook meteen gaan afhalen. Daarna spreid je de toner over heel het gelaat, doe je serum en doe je de nachtcrème. Ouder worden kan je niet tegenhouden, nee, maar je kan het wel uitstellen. En dat is eigenlijk de bedoeling van skincare. Dus we worden allemaal ouder, we gaan allemaal fijne lijntjes krijgen, we gaan allemaal rimpeltjes krijgen, dat kunnen we inderdaad niet tegenhouden. Maar je kan wel de verouderingen lichtjes gaan tegengaan. Hoe vroeger je begint, hoe langer je het kunt gaan tegenhouden. Het gaat er uiteindelijk toch komen. Maar we proberen er allemaal zo lang mogelijk nog fris uit te zien. Nu, en ik vind ook elke leeftijd heeft zijn charme. Ik heb ook helemaal geen schrik om ouder te worden. Was niet beschikbaar in mijn apotheek. Over de welke heb je de oogcrème? Want ik denk dat die binnen is. Dus normaal gezien kan de apotheek hem ook wel gewoon bestellen. Goed, ik heb nu mijn masker gedaan. Ik moet nu... Sorry, ik ben een beetje in de war. Serum. Misschien nog wel tof om het verschil tussen een serum en een crème uit te leggen. Ik denk dat de meesten het wel gaan weten, maar ik krijg nog wel de vraag van waarom doe ik het een en niet het ander? Moet ik ze allebei gebruiken? Is het goed als ik alleen een serum gebruik? Nu, het heeft twee heel verschillende werkingen. Je hebt de serums, die zijn veel dunner, gaan veel dieper gaan intrekken. En dit gaat eigenlijk een versterking zijn. Een versterking van uw crème. Dus uw crème is eigenlijk uw basis, daar start je mee. Die gaat je ook altijd gebruiken. Zeg je, ik heb iets meer nood aan hydratatie, iets meer nood aan voeding in mijn huid. Daardoor komen de serums. Serums zijn veel kleiner in formules, omdat die ook veel geconcentreerder zijn.
Daarom dat die ook vaak wat duurder zijn. Omdat er heel veel actieve ingrediënten in een klein potje worden geduwd. Ga je ook niet veel van nodig hebben. Ik zit zo wat in een combinatie huid. Ik gebruik een dagserum in de avond ook. Heb je een drogere huid, dan kan je ook die nachtserum gaan gebruiken. Die nachtserum, ik zelf ook nog iets zeggen. Want ik krijg daar ook een, heel vaak dezelfde vraag over. En dat is misschien wel tof om dat even te beantwoorden. Dus serum, ik doe die altijd in mijn handen. Ik wrijf die in en ik breng die dan aan. Ik zie ook heel vaak mensen zo, zeker op Instagram, TikTok zo, dat op hun huid aanbrengen en dan uitblenden. Als je dat doet, zorg dat die, het pipetje niet tegen de huid aankomt. Dan gaan er bacteriën opkomen en dan gaat dat weer niet goed zijn voor de huid. Want serum trekt diep in en die bacteriën gaan mee en dan krijg je daar die ontstekingen. En dan krijg je van die onderhuidsacne. Goed, de nachtserum, nee, dat is de oogcrème. De nachtserum, of de Sommeil de Beauté, wat de echte naam is. Ik krijg heel vaak de vraag, je gaat dat bij mij ook zien, dat daar zo van die vlokjes in komen. Nu, dat is normaal, omdat daar een boter in zit. En die boter, op het moment dat het koud wordt, gaat daar zo wat beginnen stollen. Ik had overlaatst een klant, en die had mij ons een berichtje gestuurd, en die zei, ik was in het vliegtuigruim. En ik had in het ruim had ik mijn koffer had ik mijn nachtserum. En ik kwam thuis en ik zag dat die volledig geklonterd was. En dat is eigenlijk omdat in het vliegtuig komt daar heel veel koelte aan. En dan gaat die boter beginnen stollen. Nu, we hebben ondertussen wel een verbetering van de formules. Dus degene die dat we nu gaan krijgen, die hebben dat niet meer. Die zijn iets meer gestabiliseerd. Op zich is het niet slecht om te gebruiken. Dus je kan hem, ik ga ook een klein beetje gebruiken omdat ik hem toch in mijn hand heb. Dus je kan hem zeker gebruiken, die boter is gewoon iets harder geworden, maar die warmt terug op in de handen. En dan wordt hem terug in de serum en dan kan je hem terug in de handen, in de huid gaan aanbrengen. Voilà. Top. En dan als laatste stap, heel belangrijk, omdat we nu de serum hebben, die gaat veel dieper gaan intrekken, gaan we nu de nachtcrème gaan aanbrengen en die gaat de huid gaan verzachten, gaan voeden en vooral gaan beschermen. Nu ook heel belangrijk, want ik heb dat zelf ook wel vaak voor, als ik dan zo mijn nachtcrème op heb, dan voelt dat zo heel lekker gehydrateerd, maar dan durf ik eigenlijk niet in mijn kussen gaan liggen. En dat is ook wel belangrijk, dat de kussensloop, daarom niet heel de tech ben, maar dat de kussensloop ene keer à twee keer per week zeker gewassen wordt, omdat daar ook heel veel bacteriën in zitten die dat in die huid kunnen kruipen. Dus zeker als je last hebt van heel veel acne, zou ik echt naar de ene keer per week gaan om je kussensloop een keer te wassen. Een satijnen kussensloop is ook weer iets beter, omdat dat minder bacteriën inhoudt. Gaat ook geen rimpels geven aan de huid. Gaat je haar niet status maken, dus dat is ook wel een hele toffe. Maar, dus dat is ook een veel voorkomende fout, dat de dekbed, of ja, het kussensloopje, dat dat soms 3 weken niet gewassen wordt. En dan ga je ook weer bacteriën in die huid gaan krijgen. En als je gevoelig bent aan acne, dan ja, ben je in de problemen. Voilà. Goed, alles zit erop. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik zie niks meer opkomen. Ah, Charlotte, net de lipscrub gebruikt, dat is ook top. Ja, lipscrub is goed, hè. Ik heb nu ook, zeker als het nu kouder wordt, ga ik heel veel last hebben van droge lippen. En dan durf ik die om de 2 dagen zeker te gebruiken. Die brengt hem aan en ik laat dan die lipscrub, daar zit zo'n olie in, die laat ik altijd gewoon op mijn lippen zitten s'avonds. Totdat die volledig is opgedroogd en dan wrijf ik die suikerkorreltjes weg. En dan is die lekker gehydrateerd. Ah, voilà, Isabel doet het al hier, iedere week verse lakens. Is ook wel heel fijn om in de verse lakens te kruipen hè, elke week. Dus dat is goed. Oké, als niemand nog vragen heeft, dan wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. Bedankt om erbij te zijn en om de vragen te stellen. Wacht, ik heb nog één vraag. Ga je binnenkort overschakelen op de HOM-lijn? Ja, dus we hebben een nieuwe skincare-lijn die gaat uitkomen. De Soppersop HOM. Daar gaan we vanaf overmorgen, denk ik, gaan we daar meer over communiceren. Dus ik mag misschien al een kleine sneak peek geven. Dus ik gebruik hem nu ook al. Ik heb hem ook heel lang getest. Daar komen hele leuke producten uit. Ik denk dat ze al wel bekend zijn welke. Maar dat is zeker een goeie, ook voor alle mannen. Hè. Dus ik weet dat heel veel mannen, die zitten in de dagcrème pot van de vrouw.
met een vriend. Of met een man, doet dat ook. Dus die kunnen nu allemaal een eigen skincare gaan aankopen. Is ook echt bedoeld voor mannen. De dag rent toch alleszins, omdat heel veel mannen... ik ga niet veel zeggen, want daar kom ik volgende keer op terug. Ah, ik kreeg net een berichtje dat ik dat mag zeggen. Oké, dus we gaan een face wash gaan uitbrengen. We gaan een body wash gaan uitbrengen. We gaan een dagcreme en een oogcreme gaan uitbrengen. En dat is eigenlijk heel goed, omdat mannen dragen geen make-up. We hebben de face cream, dus de dagcreme, hebben we eigenlijk uitgebracht om mannen een iets egaler gelaat te gaan geven, zonder dat ze make-up moeten aanbrengen. Dus hebben die toch iets van oneffenheden, gaan die eigenlijk met die dagcreme geholpen zijn om het zo wat 21 te geven. Je gaat dat niet zien, hè. Dat gaat niet zijn alsof ze make-up op hebben, maar dat gaat gewoon zo wat egaler worden. De face wash, een hele goede, hele natuurlijke face wash, ruikt super lekker. We hebben hem eigenlijk gemaakt om vrouwen zo wat meer te verleiden. Dus dat is echt een hele lekkere geur. Heel het kantoor, als ik die hier gebruik of als ik die laat rieken, is verliefd op die geur. Dus dat gaat zeker de moeite zijn. Dan een body wash, dezelfde geur. Dus dat is ook een toffe, want daar ruikt heel het lichaam daar ook weer naar. En dan een oogcreme, een hele toffe en niet alleen voor mannen. Dus dat is eigenlijk een oogcreme, die is niet specifiek gemaakt voor mannen. Vrouwen kunnen hem ook gebruiken. En daar ga ik u volgende keer zeker meer informatie over geven, want het is een iets specialere oogcreme. Er zit ook een applicator in, wat top gaat werken voor de ogen. Ik gebruik hem zelf al de hele tijd, dus ik vind hem echt top. En ik ga blij zijn als we hem volgende week gaan kunnen laten zien en kunnen laten jullie ook laten testen. Goed, dus dat is al een klein beetje de sneak peek van de mannencollectie. Dus degenen die er nog waren, jullie hebben de eerste scoop gehad. Voor de rest wens ik jullie allemaal nog een hele fijne avond en ik zie jullie de volgende keer. Tada!